Gevonden. We hebben de comment gevonden. Want ik heb een pakketje gekregen. Ja. En ik kan me herinneren dat iemand iets daarover gezegd had. Hier is de comment. Voor wie zijn die flesjes? Een flesje voor Arjen hebben we. Ja. Pieter die krijgt de Choco. Ja. En Oscar krijgt de Cold Brew Koffie met cafeïne kick. Ik ben dat. Dat ben ik. Waarom krijg jij dat? Oh ja, ik was toen aan het rennen rond de tafel en ik had toen superveel koffie gedronken. Oh ja, knip toen... er maar even naartoe. Ik weet het niet. Hoi. Ik weet het. Hoe gaat het? Ja, gaat wel goed. Ik heb heel veel koffie en heel veel cola gedronken vandaag. Dus ik ben echt in hartklopping city eigenlijk. Nou, dat was leuk, hè? Ja. Memories. En nu krijg ik nog meer koffie. Nu krijg ik nog meer cafeïne. Maar kun je niet beter iets kalmerends nemen dan? Ja, ja, zeker. Ja, dus als ze dat hebben... Weet ik niet. We hebben vanille, choco, kokos, koffie en banaan. En wil je liever iets anders? Nee hoor. Dan is deze voor jou. Oh, wat fijn. Maar je moet hem wel eerst koelen, staat op de verpakking, anders is het niet te zuipen. Oké, dan ga ik dat doen. Wat doe je? Ik ga hem in de koelkast zetten, dus mensen moeten even weten dat dit van mij is. Oh ja, goeie. Ja. Niet opdrinken zou ik er ook op zetten. Of overdatum. Zet overdatum, niet te zuipen dit, zoiets. Oh, oh ja, echt goor. Niet weggooien, ook erbij zetten. Radioactief. Arjen, wacht! Ik heb wat voor je! Is het plant-based? Nee. Ik eet tegenwoordig alleen maar plant-based. Waarom eigenlijk? Omdat hier koekmelk zit. Sorry, ik klonk wat fel. Het is natuurlijk hartstikke goed van de mensen dat er geen vlees en zo in zit. En, Vlees? Nee, maar ik bedoel, ik klonk heel negatief. Maar het is meer, ik zelf heb voor mezelf, iedereen moet het zelf weten, de keuze gemaakt om... geen zuivel aan te eten. Maar dan moet je ook niet in de vlog stoppen natuurlijk, want dan gaan mensen me daaraan houden. Dan zit ik een keer, sta ik een keer ergens op straat ook in Venetië een roomijsje weg te klappen. Komen er van die Nederlanders aan. Hey, we are vlogliefjes, what the fuck are you doing, man? Waarom praten ze Engels opeens? Geen idee waarom ze Engels praten. Wie wil er een flesje? Ik heb nog vanille en kokos. Ik ben vanille benieuwd. Oké, zullen wij die delen, Henrik? Ja. Half volle melk. Maar niet allemaal. Wel allemaal. Ja, allemaal zit melk in. Volgens mij kan ik je alles laten doen in de montage, hè? Wat dan? Wat moet ik doen? Jap. Wat moet ik doen dan? Ik weet niet wat ik moet doen. Je bent zo vaag. Je maakt zelf al geluiden. Nee, maar je kan, nee, want die kan je dan hier... Jap. Weet je wel wat ik bedoel? Jap. Ik kan dingen laten... Ik vind het grappig. Jij doet gewoon alles wat mensen vragen in jouw post. Als ik dit dichtklap, dan zit hier een klap onder. Het is al. Wat gebeurt hier? Dit zijn dus de roggekoekjes van vorige week. Ja, ja. Weet je nog? Ja. Dit filmpje. Moffelhoertjes hebben vanaf nu een andere naam. Roggekoekjes, de vertrouwde gezonde snack. Maar dan zonder de associatie met moffelhoertjes. Jij zegt, die zijn toch niet echt, maar nu wel. En daarin zit een zakje met roggekoekjes. Nou. Speculaas roggekoekjes. Koop het. Heb jij die gebakken? Ja. Ik heb niks te doen in mijn weekend. Doei allemaal, tot zo. Doei.
Pak toch heel even. Ik wil afscheid van jullie nemen. Als je het in je hebt, geef nog een grote applaus aan iedereen die bij de avond heeft. En iedereen die bij de avondshow werkt die niet Arjen Lubach heeft. Dankjewel. Avondshow? Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Heb je een regieadvies? Doe voor de zekerheid nog maar eentje iets up. Meer up, ja. Avondshow? Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Avondshow? Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Ja, die was perfect. Thanks. Wat doe je? Ik ben aan het wachten. Waarop? Op mijn bumpertje. Ik heb een bumper gemaakt voor... Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? En ik heb eigenlijk... Me veel te erg uitgesloofd met effectjes. Dus mijn duurt het heel erg lang en is het heel erg kleurrijk. En... Ja, maar jongen, dat gaat toch niet werken zo? Ja, omdat het zo heet? Of omdat het niet gaat werken zo? Een gloednieuwe rubriek. De avondshow. 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 Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Wat doe je? Ja, ik heb niks. Dus, zo heb je weer niks. Nee, ik ben bezig met een filmpje over Wopke Hoekstra, maar ik ben een shot van een koep aan het zoeken. Oh, je bent echt een shot van een koep. Ja, dat is nog niet echt comedy gold op zichzelf. Het is wel heel cute. Eens kijken. Ik had die shake geprobeerd. Oh, en? Ik had gekeken. Ja, niet zo lekker. Oh. Nee, het was een beetje alsof ik brood aan het drinken was. Maar dan zoetbrood. Oké, maar dat doe je toch op zich ook nadat je klaar bent met kauwen? Ja. Maar het kauwen vind ik wel een prettige stap die ik liever niet wil overslaan, denk ik. Ik denk als ik een astronaut was geweest, dat ik enthousiaster was geweest. Maar dat is niet het carrièrepad wat ik heb gekozen. Wat doe je? Ik zoek een boekenkast. Waarom? Nou, voor onze... Tentoongestelde requisieten. Tentoongestelde requisieten? We hebben een hele mooie tentoongestelde requisieten. Heb je die wel eens gezien? Ja, die hebben we wel een keer gezien. Maar ze hebben nu dus een heel nieuwe opstelling gekregen. Ja, dat is heel mooi. Maar wacht even, we moeten nou ook nog een boekenkast bij. Ja, we zien er wel vaker boeken. Wat doe je? Nog baksteen. Wat? Wat noem je mij? Ja, waar, wat moet ik doen? Wij zagen Wopke Hoekstra, die dan zo staat. En met een windmolen ernaast. En dat het zijn armen hetzelfde bewegen als de windmolen. Ja. Dat zagen wij voor ons. Nee, dat kan wel. Ik wist niet zeker of het een... Het hoeft niet geloofwaardig. Ja, precies. Maar, dat was schematisch. Of de grap was dat het gewoon gek bewoog. Of dat het vanwege tijd was. Van, het hoeft niet realistisch, want... Allebei. Ja, oké. Okay. And fun fact, the first windmill was modeled after my body. Once you notice, you cannot unsee it. JP! Huh? Vrienden van Beeld, zitten jullie op je plek? Vrienden van Beeld? Ja, het huisnet is weggevallen. Oh nee. JP, gaat het wel? Nee. Ik denk dat Livecenter daar iets aan kan doen. Jonica is de gast, leuk toch? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, en Jonica zat ook al in het eerste seizoen van Zondag met Lubach. Kijk maar eventjes. Ze is wetenschapsjournalist en wiskundemeisje. Ze is slimmer dan haar schaduw en ook nog eens hoogzwanger. Graag een applaus voor Jonica Smeets! Hoi. Hey. Ga lekker zitten. Jonica, wat leuk dat je er bent. Ja. Hoe gaat het? Nou, wel goed. Een beetje... Een beetje zwanger. Ja. Zag je? Dat was leuk, toch? Dat was lang geleden. Ik was zwanger. Het is nu 8. Oh, echt? Ja. Ik was niet zwanger. Ik was wel iets forser, denk ik. Zag je dat? Ja, dat kon je niet zien. Ik vond dat je haar ook heel anders zat. Daar hebben we het even niet over. Doei allemaal, tot straks. Dag. Thank you.
hiervoor. Sorry, hier. Ik had een vraag over de vlog. Je vroeg toen naar ontbijtideeën. Ja. Geprobeerd. Een vraag over de vlog. Wij maken een backstage vlog. Zijn er mensen die backstage vlog kijken? Ja. Oh, we zijn wel fans zelfs. Wat leuk. Martine, die is er ook. Martine, ben je daar? Ja, die zit daar en die maakt op dit moment, of die maakt gedurende de week de vlog. En ik had inderdaad in de vlog gezegd of mensen nog ontbijtideeën hadden. Want ik zit steeds in de vlog zit ik met een spinaziesmoothie in de auto. En, die half leeg is, ja, want ik zit al even in de auto. Ik drink hem helemaal op. Ja, dat wel. Maar toen dacht ik, mensen, dit wordt een beetje saai. Heb je ideeën? Maar ik heb nog niks van de vlog gemaakt. Had jij iets ingediend? Ik had havermout met banaan geprakt. En als er in de magnetron is geweest, bessen, lijn zaten. Wow, meteen helemaal wauw. Dit is echt respect. Dit is geweldig. Havermout in de magnetron. Met banaan geprakt. Met banaan geprakt. En water. Twee minuutjes. Ja. En klaar is, doe je de gebroken lijnstof heen, bessen en pindakaas. En pindakaas. Wat lekker zeg. En is dat wat jij ook eet? Ja. Nou, wat leuk. Ik moet dat een keer gaan maken. Heb ik, Janine, terecht de vraag, daarom is ze de eindredacteur. Heb ik een magnetron in de auto? Ik weet het niet. Ik heb heel veel knopjes. Ik moet eens een keer gaan kijken waar ze allemaal voor zijn. Ik denk het eigenlijk wel. Mijn auto kennende zit er een magnetron in. Oh ja, dus dan thuis en dan maak je het en dan... En moet je dat drinken of kun je dat eten? Ja, want ik rij wel. Ja, oké. Okay. 100 gram haver, rond 20 gram haver. Ik denk het ook. Meer water en dan wordt het vloeibaar en dan kan ik het drinken. Bedoel je dat? Of ik dacht, je zei 100. Je moet je 100 gaan rijden, ietsje rustiger en dan... Nou, ik hou dit in de gaten. Ik ga het een keer maken en dan komt het in de vlog. Of Martine gaat het voor mij maken en dan komt het in de vlog. Martine? Ja, oké. Okay. Okay, prima. Hallo, ik ben Shaggy. En Veepje bedoel ik. De avonturen van Veepje en Shaggy. Want je hebt hier zo, beer zegt hier, eeuw, zegt beer. Maar zegt beer is dan weer eigenlijk weer de verteller. Ja, dat is weer. Maar je mag het dus, het mag best veel op elkaar lijken. Dus eeuw, zegt beer. Ik moet vooral niet te veel stemmetjes doen. Nee, niet te veel stemmetjes. Maar iets van nuance verschil is wel leuk. Veepje en Shaggy lopen door het bos. Ze kunnen niks meer voor me doen, Veep, zegt Shaggy. Wat een rotnieuws, Shaggy. Wat moet ik zonder jou, zegt Veepje. Ga op zoek naar nieuwe vriendjes. Laat mij maar achter, Veep. Vaarwel. Nee, Shaggy. Maak daar maar een setje van. Doe er maar een paar achter elkaar. Nog een setje zuig. Doe nog even een setje zuiggeluiden, mensen. 8 stuk zuiggeluiden. Oké, okay, daar komen ze. 8 stuk zuiggeluiden, dames en heren. Maar ook maar wat inkleuren met wat kreuntjes. Oké. Okay. Jezus Christus. Is dit voor... Dit duurt veel lang omdat jij erbij bent. Koen, wat ben je aan het doen? Adolf. Hè, elke maand de tijdschrift Adolf und Auto. En voor vrouwen de glossy Eva. Over het wel en wee van de moderne dictatorsvrouw. Kijk, ik heb dit gemaakt. Oké, ging je net opzoeken? Oh, nou, wat toevallig. Hier. Zijn dit echte vapes? Ja, dit zijn echte vapes. Leuk, stinkt hem. Ja. Slecht voor je. Niet vapen. Ga je dood van. En andere ziektes. Ja. Oké, ga naar beneden. Doei allemaal. Doei allemaal. Oh, my God.
samenvat in een video van 20 minuten. Dan is het net alsof het zo voorbij flitst. Maar in het echt ook wel, toch? Ja. Dat het wel heel snel gaat. Heel snel gaat, maar wel ook. Het is ook wel intensief. Er gebeurt wel veel op zo'n dag. Maar dat zien jullie allemaal niet natuurlijk. Maar ik weet ook niet hoe ik dat moet oplossen. Ik weet niet hoe ik... Dat hoef je niet op te lossen. Oh, daar hoef ik niet op te lossen. Daar komen die mensen niet voor. Daar komen ze niet voor. Want we hebben ook allemaal vergaderingen met stress en met, ach, wat moeten we nou doen en we komen er niet uit en oh, we zijn te lang, we zijn te kort, oh, dit, dat soort stress, dat zie je allemaal niet. Maar dat is er dus ook. Ja. En dan knip jij weer naar, hey Pieter, kun je nog een beetje iets geks doen? Terwijl, dan hebben we al die stress, die laat je niet zien. Het is wel leuke stress natuurlijk, het is niet... Ik ben niet aan het klagen dat we een of andere rol bestaan. Nee, maar bedoel, als ik geconcentreerd hard aan het werk ben, dan heb ik helemaal geen tijd om te vloggen. Nee. Maar ja, laten we maar aan de dag beginnen. Dat zijn we toch al? Oh ja. We zijn al 2 uur wakker. Waarom? 5:30 waren we wakker. We hebben Muis trouwens vandaag niet mee. Nee. Die moet even bijkomen van dierendag. Arjen. We zijn dan weer als eerste. We zijn altijd als eerste. We zijn dus gisteren zijn we geambushed door de Afrotros. We hebben ook wel een vlag met een mij erop. Ja. Dat is ook hartstikke leuk, zie je dat? Kun je dat zo zien? Ja, ja, ja. Ja. Maar toen dacht de Afrotros, ja, doei Arjen Lubach. What the fuck? Heftig toch? Afrotros namens de hele VPRO, gefeliciteerd met jullie verjaardag. Mag jij dat doen namens de hele VPRO? Weet ik niet. Hier ben je ook wel vaak te zien trouwens. Ja, tel het aantal Arjen. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. Hier stond er nog 1. Daar vooraan. 6. 7. Jeroen Overbeek. 1. Ik zet alles weer aan, hè. Maar waarom zet je het dan uit vlak voor de opname? Ja, dan trek jij je mooie hoofdje er maar niet op. Dat is allemaal techniek. Klopt het dat jij vroeger, dat je toen bij de televisie werkte, zo 20 jaar geleden, en dat je toen shader wilde worden van die kleuren? Dat je de kleuren hebt. Ja. En dat je dat toen niet mocht, omdat ze zeiden dat het te technisch voor vrouwen. Klopt ja, dat klopt. Hoezo? Dat is toch belachelijk dat jij dat nog hebt meegemaakt? Of is de wereld nog steeds een beetje stuk? Ik denk dat dit nog steeds wel gebeurt, maar goed. In onze studio is er een meeting van VRT en NPO. Vlaamse tv-makers en NPO-mensen. Die hebben onze studio gekaapt. Dus wij gaan even kijken of we kunnen muiten. Oh! Toch even een korte vraag, want ik geloof dat jij ook binnenkort in Vlaanderen optreedt. Ja, het is niet gepland, maar ik dacht, ik maak reclame voor mijn 2 shows in Gent en Antwerpen. In juni, er zijn nog kaarten helaas. Was het heel erg? Het was heel gênant. Wist je maar? Nou, nee, het ging goed. Pieter stond aan te komen. Hé, hey, zullen we gratis stroopwafels halen? Ja! Kom. Blijf je hier voor altijd staan? Oh, jammer. Maar wel tot 1 uur. En mogen wij ook iets? Zeker. Pieter, wil je voor mij een espresso bestellen? Het is echt superleuk. En dan wil je ook een latte decaf met haver? Ja, lekker, Ruud. Ben jij ook Ruud? Ik ben de enige echte Ruud. Kijk. Ik ben CEO, klusjesman. Koffie maken. Ik heb in de coronatijd heel vaak in Rembrandt Park gezeten. Is lekker deze, Ruud. Ruud, koffie, bar, koffie op locatie. Als jij een leuk standje wil. Dankjewel. Alsjeblieft. Kijk wat ik heb, Oscar. Wat heb jij? Gratis koffie. Gratis koffie? In dit economisch klimaat? Het is een... Work in progress. Zie je wel niet hoe groot deze bal is? Ja, misschien kun je hoofd er even naar doen voor de reference. Maar ik heb een heel klein hoofd. Het is groot, hè? Zo groot als een voetbal. Dacht ik eerst van testbal en die is al heel groot. Maar kan je nagaan hoe groot deze bal is? Niet te lang!
lasagne eten, niet de lasagne eten. Jongens, niet serieus, niet de lasagne eten, niet de lasagne eten. Arjen, niet de... Niet de lasagne eten. Ik weet het ook niet, Diederik. Living on the edge. Wat is er? Ik wil een lepel. Ik vind salade eten met een lepel best heel handig. Kijk, want dit gebeurt met een vork. Dan doe je zo een beetje bibberen, omdat ik heel veel honger heb. Dus dat werkt niet. Aan een lepel heb je het beste resultaat. Kijk, want dan heb je gewoon... Kijk, volle hap, ga je een beetje schudden. Eet smakelijk. Nou, ik ruik iedereen een lepel aan met de salade. Oh, jezus, wie doet dat hierin? Ik heb vegan pompoen lasagne en sla. Oh, lekker die lasagne. Hey Pieter. Hey, hoi. Ik heb supergoed nieuws. Wat is het? Eindelijk is bekend geworden wie... Mm-hmm. Ja? Ja, wie? Vegan persoon van het seizoen is geworden. Nou, we mogen bekendmaken en ik heb een hele mooie prijs. Wat is de prijs? Een ei van vegan chocola. Ja, we mogen het bekend gaan maken. Oké, okay, leuk. Zullen we op zoek gaan naar Danique en Jenny? Zijn die het geworden? Die zijn het geworden. Oh, dat heb ik nog niet gezegd. Nee. Het zijn geworden... Nou? Danique en Jenny! Bekend maken? Ja, leuk. Aan hun? Ja, ja, leuk. Nou, ga dan mee. Ja, ik ga mee. Leuk. Jenny, psst. Kom eens. Oké, ik kom eens. Oké. Ik heb zo het gevoel dat dit dan gaat over veganisme. Ik weet dat het heel erg speelt hier op de redactie. En ja. Het is eindelijk bekend geworden wie de veganisten van het seizoen zijn geworden. Oh. En jullie zijn allebei geworden. Oh. Gefeliciteerd! Nou, wat leuk! Okay. Nou, wat hebben we dit goed gedaan? Ja, echt hè? Nou, en jullie bokaal? Oh, nou wat mooi! Is dit een wisselbokaal? Nee! Een chocolate tree! Dit is wel een... Jullie moeten het wel delen. Wil jij de onderste helft? Bovenste helft? Oh, ik zat te denken, we splijzen hem gewoon verticaal. Ja, dat kan natuurlijk. Of wat het heet een tree, maar het lijkt op een ei. Ja, dat vind ik wel verwarrend. Ja, maar het mag geen ei heten bij de vegans. Oh ja, nee, dat mag niet. Nou, wat een fantastisch... Hartstikke leuk. Van wie hebben we dit toegestuurd gekregen? Echt van jullie. Gewoon. De chocoladeverkopers.nl. Ik dacht, in deze positie wil ik ook wel even liggen. Maar kijk, als je hem zo... Dit voelt best wel een beetje... luguber. Nee, maar op zich. Ik vind het ook wel grappig dat voor elke Jonathan Cokes die jou, dat je gewoon standaard met Jonathan Cokes. Oh ja, maar volgens mij is het eigenlijk tekstenrubriek en dan ben ik maar voor één keertje kookstudio. Dit nou weer. Wat zijn de gesprek van ons? Wat ga je doen? Ik ga Jonathan bevloeden. Zo best. 1 seconde nadenken, is het too much? Tekst. Je had bloed, hè? Beetje op mijn buis. Beetje klein, beetje. Beetje bloed. Oké. Even kijken waar je hem mee verbindt. Dit is wel echt goed. Zo? Ietsje meer, want dat beeld zie je. Ja, dit is wel. Ja, zo. Top. En dit? Het zijn ingewikkelde vet. Wat is er aan de hand, Tex? Ja. Wat is een operatiehoedje? Dit hoedje of dit hoedje? Dit is meer artshoedje, dit is meer operatiehoedje. Dat denk ik ook. Ja. Hielke, je kaartje afrijden. Ja. Oh shit. Ja. Het is weer een dag, hoor. Wat een dag dit. Hielke stond in ons hokje en toen zei hij... Where's my bag? En toen zat hij helemaal zo te zoeken. En toen zat hij zo, where's my bag? En toen had hij hem gewoon op zijn rug. Klote. Ja. En hoe voelde jij je toen, Hielke? Ja, een beetje beschaamd. Zijn vrij gênant. Ja. En vooral omdat jij een kwartier daarna nog af en toe de lach schoot. Met de deks soms. Let's go naar de iemand. Dan hebben we een taart in Hielke's gezicht. Ja. En jij komt er eigenlijk gewoon hiernaast. Kom je door naar hier. Heb je er zin in? Ik heb er enorm veel zin in. Er komen mensen uit het plafond, er worden mensen geamputeerd. Ze gaan dooi vallen. En taarten. En, oh ja, en taarten. Neem je mee naar boven? Op. En even voor de mensen hier ter geruststelling, bij ons worden nu, as we speak, alle studiolampen extra gezekerd. Nou, gaan we meteen door. Ah! Comedy is soms ook heel serieus.
Een comedy classic. Een taart in het gezin. Namens het hele team van de avondshow, ontzettend veel succes. En deze komt heel snel aan jouw kant. Zo, echt heel snel. Moet je opletten. Doei allemaal, tot zo. Yes, it's back. Hier ter geruststelling, bij ons worden nu, as we speak, alle studiolampen extra gezekerd. Nou, gaan we meteen door naar de... What the fuck, man? Vanuit het gefeliciteerd, Jeroen, namens het hele team van de avondshow. Ontzettend veel succes en deze taart komt heel snel jouw kant op. Echt heel snel. Oh, Hielke. Volgens mij had Hielke dit grapje bedacht, toch? Met die taart. Ja. Maar dan moest hij het ook zelf doen. Is hij er nog later? Hielke, kom nog even als je er nog bent. Misschien staat hij al onder de douche. Hielke Jan Borgen, dames en heren. Onze hoofdresearcher. En master fact-checker. Ja. Hey. Ik moest dus een pick-upje doen, dus je stond nog extra lang taart in je gezicht te wrijven. Sorry daarvoor. Ik moest nog 3 keer. Ja, oh, sorry. Nou, het was hartstikke leuk. Op televisie wordt het heel leuk. Geef nog applaus, Hielke Jan. Ja. Wat hoop je nou te doen daar, jongen? Ja, het is verschrikkelijk. Je moet slachtoffer zijn. Oh, ja, nee. Waarom was je überhaupt op de vloer? Waarom was je... Okay. Je weet dat die dingen... Wrong time! Ja, dat is ook zeker zo. Yeah, wrong place, wrong time. Ja. Ik ging nog altijd dat doek zitten met heel veel zoiets. Nog nooit is gedaan, is vlees kweken van een heel bekend exemplaar van een diersoort die we allemaal goed kennen, namelijk Tex de Wit. Tex. Tex. Hij is oké. Tex, wat... Oh, hey. Ik ga dat nu voor je zoeken. Yo. Wat ben je aan het doen? Ik maak een Ouija board. Een Ouija board? Wat? Ja, een Ouija. Jij hebt toch last van een klopgeest? Dus ik dacht, we kunnen contact maken met de geest en dan kunnen we het voor eens en voor altijd oplossen. Dat hij je gewoon met rust laat. Spannend. Is hij klaar? Hij is klaar. Hij kan van alles doen. Hij kan op shift drukken. Hij kan caps lock, backspace voor als hij een foutje maakt. We zijn op alles voorbereid. Je moet even iets van een glas hebben, want dat moet er altijd op. Dat doen ze in de films. Zoiets. Heb je er zin in? Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan eindelijk rusten. Nou ja, dat hopen we maar. Of werken. Volgens mij hebben we nog iets nodig. Wat dan? Zout. Dat zit volgens mij altijd in een cirkel van zout. Ik denk niet dat dit genoeg is. Nee. Dit is wel goed, toch? Zijn we klaar om te gaan? Bijna. Het is zo slecht. Idee. Let's go. Echt spannend dit. Echt spannend. Zijn we in de studio? We zijn in de studio. Het is heel erg donker. Of er staat een lamp op mijn gezicht, ik weet dat niet. Ik zit aan het kotsen, Nico. Heeft hij ook een kop? Ja. Dit is een stukje staart. Oh, dit zijn taartstukjes. Dit is van de taart van gisteren. Oh. Van dit stukje. Deze taart komt heel snel jouw kant op. Sorry. Nee, oké.
Zo, ik vind zout een soort cirkeltje maken wat moet beschermd worden. Want dat doen ze ook in de films. Oké. Okay. Nu zijn we veilig van geesten en slakken. Ben je er klaar voor? Oké, ik ben er klaar voor. Hand op het glas. Wat moet je vragen? Hier is de vraag. Ben je daar? Ja, man. Ja, man. Ja, man. Wat zijn je hobby's? Ik ben internetten. Maar dat is mijn baan. Ja, dat is mijn baan. Dit is niet fijn. Wil je stoppen? Zullen we nog één vraag doen? Oké, als dit de laatste vraag is. Oké. Wat is je naam? Hans. Haar. Hey. Nee. Dit kan op alle kanten. Nee. Dit kan maar één kant op gaan. Nee. Oh. Henrik. Oh, dat vind ik echt niet zo mee. Nee. Je hebt dezelfde naam als de geest. Nee, en dat is heel goed. Je hebt dezelfde naam als Henrik. Yep.